Deze video moet zoveel likes halen. Mochten jullie morgen weer een nieuwe video willen. Ik geef gewoon een pennyboard weg. Dat ga ik gewoon doen. Ik ga hem even voor jullie pakken. Ik geef gewoon een motherfucking pennyboard weg. En het enige wat jij moet doen om kans te maken op deze fantastische prijs is een reactie achterlaten onder deze video en abonneren op de Kelvlog. En dan maak jij kans op deze fantastische prijs. Ik maak elke dag de winnaar bekend op Snapchat. Dus volg me op Snapchat. Calvijn is één groot feest. Mijn snaps zijn echt hilarisch. Gaat sowieso volgen. Oké, het is tijd voor de video van vandaag. Dames en heren, ik ga jullie wat vertellen als ik het toch over Snapchat heb. Ik vind dat er tegenwoordig zo extreem veel aparte, extreme, gekke mensen op Snapchat zijn. Ik vind het überhaupt raar dat sommige mensen het gebruiken om naakte shit en echt gewoon porno shit naar elkaar te versturen. De wereld is echt raar aan het worden, man. I don't even know what it's happening. En ik heb vandaag een verzameling van extreme Snapchats. De extreme dingen die mensen ook naar elkaar hebben toegestuurd op Snapchat. Die ik eventjes gezellig ga bekijken en daarop kijken jullie gezellig mee. Ja, dat dacht ik al wel. Give me all that work, 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 work. Extreme Snapchats. Nummer 1. Boom, bring it to me, man. Whoa. Can't get the top over my boobs. Deze chick is sowieso Brits, dus sowieso een Engelse chick. Je hebt niet eens een BH aan. Waarom zou je in de winkel gaan staan met je telefoon en denken, ach, maak. En weet je wat je ook gewoon weet? Het is niet in Snapchat gecensored. Ik heb het expres deze dingetjes even rood gemaakt. Want anders wordt mijn video gestrikt en geflagged. En dan kan ik nooit meer money pakken met YouTube. Dus ja, helaas. Maar in het echt heeft zij dit dus gewoon gedaan. En iemand heeft het ook nog gewoon gescreenshot. Hoe mooi is dat? Iemand heeft gedacht, weet je wat? Fuck it. Screenshot. Ik ga deze chick over het hele wereld sturen. Over het hele wereld sturen? What? En dan komt ze uiteindelijk in een video van Kelvin en dan is ze wereldberoemd. Nou, dat is vandaag gaande, mensen. She made it. She made it, man. Oké, de tweede snap is een taal. Er staat tekst bij wat ik niet begrijp. Wow. Wow. Waarom zou je dit doen? Oké, een Snapchat maken van iemand die in een gekke situatie zit, een zwerver of zo, weet ik wat allemaal. Oké. Maar om er tegelijkertijd zelf bij te gaan poseren. Hallo mensen, ik ben hier en ik ben hier met een zwerver in een container. Hallo. What were you thinking, man? What were you thinking? Kijk, dan mag je haar en je kaaklijn nog wel sick on point zijn, maar dat geeft je niet het recht om een foto te maken van iemand in een container. Ja? Oké. What the fuck? Oh. 1. Eerste is top. Fucking goed. Echt fucking leuk. Fucking creatief. Goed uitgewerkt. Applaus. Applaus voor deze man. Enige wat ik jammer vind, enige wat ik raar vind, is ik had het hilarisch gevonden als een 18-jarige dude dit had gedaan. Deze man is sowieso, wat, fucking 45? Zoiets. Batman, stop please. Ah! Hij wordt even vol in zijn aas gepakt door deze Batman. Ja, we kunnen het wel doen alsof we het niet zien, maar ik zie het wel. Er is gewoon een getekende penis van Batman die man in penetreert en ik... I don't want this. I don't want this. What the fuck? What? Waarom? Wow. Deze shit is crazy dat dit bestaat, man. I love ducks. Ah. Oh, no shit, Sherlock. Ik vind het nogmaals. Even props, kudos, 100% elite gooi dingen naar je toe om de creativiteit. Ik hou ervan. Ik vind het fucking goed. Tegelijkertijd vind ik het fucking naar. Ik vind het echt heel, heel kut. De volgende Snapchat. Ik zie hem hier in het klein. Ik weet niet wat het is. Why would you do this? Why would you? Hij is niet heel erg extreem. Dat moet ik je toegeven. Ik vind hem op zich best normaal. Ik bedoel, er wordt niemand in zijn reet geneukt. Alleen, Hilton? Paris Hilton? Paris Hilton is al lang dood, in mijn ogen. Oh, ze leeft nog, maar ik heb niks met haar. De volgende heet Funny Snapchat Doll Easter. Deze shit is creepy, man. Dit is precies dezelfde shit die ik in kut-YouTubers liet zien. Allemaal gekke craziness, man. Holy shit. Waarom doe je dit? Je maakt iemand doodsbang als hij langsloopt. Ik zou me fucking bang worden. Ik zou helemaal gek worden. Wow. Nou, hey. Fijn Pasen allemaal. Ik zet even een fucking enge pop in mijn tuin. En ze gaat je vermoorden als je haar langer dan 5 seconden aankijkt. Ah. Oké, de volgende. Oh. What the fuck is this? Dit is niet oké. Deze is niet oké. Ik zal het even uitleggen. We zien een dood rendier op de weg. Oh, deze persoon heeft er letterlijk, geen grap, een ballon aangeknupt. Met daarop get well. 1. Dit doe je gewoon niet. Je doet het niet bij dode beesten. 2. Dit beest is al dood. Dus waarom zou je er get well bij zetten? En 3. Doe gewoon normaal. Wow. Oh, maar de volgende vind ik echt cringy. Destroyed. Oké, er zijn 2 scenario's mogelijk in dit geval. 1. Iemand heeft het uitgemaakt met dit meisje. En daarom is zij destroyed. Oftewel kapot van binnen. Of ze is gewoon keihard gepakt van achter. Dat kan ook. En ik denk het laatste. Ze zit er ook echt alsof ze 5 uur lang anaal is geraped door 18 mannen. Die een grote ego hebben. En ook nog iets anders groots. Snap je? Wow! Deze is
Weird. Het leuke is dat dit meisje ook gewoon daadwerkelijk heeft geprobeerd. Die heeft echt werk gestoken in het maken van deze tekening. Echt fucking veel werk erin gestoken. Haar hoofd. Het is alsof het een zwarte gaten ontstaan in haar hoofd. Als je er lang genoeg naar kijkt, dat je in een ander universum belandt. What a ride was this, dames en heren. Als deze video zoveel likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video op mijn kanaal. Dat zou me super tof lijken, want ik vind video's maken voor jullie fucking leuk. En dan kan ik dat gewoon weer doen voor jullie. Dan kunnen we samen weer genieten van een filmpje, snap je? Ah, ja, ja. En ik geef een van deze weg, dames en heren. Een van deze pennyboards. Ik geef hem gratis weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten en abonneren op mijn kanaal. En dan cruise jij misschien wel op een van deze dingen deze zomer door de vak. Ja, ik ben er morgen gewoon weer. Als jullie het target van likes halen en misschien niet maar zien als later willen. Ja, dat kan ik heen. Dan zie je al morgen weer. Sommige momenten weet ik echt niet wat ik aan het doen ben. Oh. Ik was namelijk vroeger wel een pussy. I was a pussy ass bitch. Ik was de jongste van drie. Ik huilde als een bitch. Echt als een bitch. Ik huilde thuis. Ik huilde in de klas. Ik huilde in fucking de wc. Ik huilde op de straat. Ik huilde in een weiland. Overal waar je maar kon huilen, huilde ik. And I was proud of that shit. Nee, ik vond het echt het meest verschrikkelijke ooit.